allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe foundation testen. Gewoon weer een old school full day wear test foundation review. Jullie hebben afgelopen jaar gezien hoe ik Pat McGrath heb ontdekt. Pat McGrath is een Amerikaanse visagiste die is uitgekomen met haar eigen lijn Pat McGrath Labs. Bestaat al wel jaren, maar afgelopen jaar was de eerste keer dat ik iets heb gekocht van haar lijn. Ik had het oogschaduwpaletje gekocht. De video staat ook al op mijn kanaal. Het is een high-end merk. Pat McGrath Labs zit in de hoogste prijskategorie qua make-up. Het zijn echt hoge prijzen. Dat paletje die ik had gekocht was 120 euro, jongens. 120 euro. En het is ook niet dat je heel veel kleuren krijgt of zo. Maar dat paletje was amazing. Eén van mijn beste paletjes die ik heb. En ik gebruik hem nog tot aan de dag van vandaag. En ik ga hem ook tot het einde van mijn leven gebruiken. En omdat ik toen zo enthousiast erover was, wilde ik meer producten van dit merk gaan kopen. Nou, spoel verder een paar maanden later. Nou zijn we hier en heb ik de foundation gekocht. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, echt één van mijn 2022 doelen is om slow-mo te gaan praten in mijn video's. Rustig aan. Kalm weer. Ik ben altijd zo enthousiast en dan ga ik echt ratatatatatatata. Als jullie, by the way, willen dat ik wat vaker luxe make-up test, let me know beneden in de reacties. Ik doe vaker betaalbare make-up omdat die video's gewoon echt altijd veel meer views hebben. En dan ga ik er gewoon vanuit dat jullie dat liever willen zien. Maar let me know als je ook wat meer dure make-up wilt zien. Want die haal ik ook echt gewoon met plezier. Oké, laten we beginnen. Hier is de foundation. Dit is de Pat McGrath Labs Sublime Perfection Foundation. 73 euro, jongens. Dat is echt een hoge prijs. Dit is de verpakking. De verpakking is echt heel, heel mooi. Het voelt ook zo zacht aan. Echt, I love it. Hij is ook gewoon echt zwaar. Qua verpakking is het wel echt gewoon... Ja, ik wil niet zeggen die prijs waard, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Hier achterop staan alle ingrediënten. En dan moet je hem gewoon zo openmaken. En dan zit hier de foundation in. Oeh. Kijk hoe mooi de verpakking van de foundation eruit ziet. Zo mooi zwart met goud. Echt super duper luxe. Het doet me ook een beetje denken aan de Double Wear van Estée Lauder. Die verpakking lijkt ook een beetje hierop. De verpakking lijkt klein. Toen ik hem net binnen had, ik dacht echt, heb ik nou 72 euro betaald voor zo'n kleine foundation. Maar toen ik verder inspecteerde, zag ik hier onderop staan dat het 35 milliliter is. Dat is meer dan gemiddeld. Je krijgt normaal ongeveer 30 milliliter. Dus 5 milliliter meer. Dus dat vind ik wel fijn. En je hebt gewoon zo'n pump. Ik vind het echt een hele mooie verpakking. Ik hou van goud. Jullie weten, ik draag altijd goud. Ik hou van goud. Dus qua verpakking spreekt hij mij echt aan. Ik heb, by the way, de kleur medium 15. Was echt gewoon een wilde gok. Ik heb gewoon online gegokt. Misschien niet heel handig als je 73 euro betaalt. Maar ja, ik dacht, dit zal vast wel matchen. Ik heb op zich een best wel makkelijke huidskleur. De meeste medium kleuren matchen altijd wel, als het gewoon een goede ondertoon heeft. De foundation heeft 36 kleuren. Dat is ook weer een goede hoeveelheid. Ik zie heel vaak bij de meer high-end merken dat ze niet heel veel kleuren hebben. En de meeste kleuren zijn licht. Dus ik vind het fijn dat het hier niet het geval is. Maar ja, Pat McGrath is ook een donkere vrouw. Dus ik had niks minder verwacht. Oké, laten we kijken naar alle claims. Deze aanpasbare, langhoudende Sublime Perfection Foundation van Pat McGrath Labs kan van een transparante tot een medium dekking worden opgebouwd en is beschikbaar in 36 universele tinten. Een Vita Serum Complex hydrateert en helpt tegen rimpelvorming, terwijl de Diamond Core Powder Technology de huidtextuur verbetert en helpt om fijne lijntjes, poriën en imperfecties zichtbaar te verzachten en vervagen. De zijdeachtige gewichtloze formule creëert een gefilterde soft focus glans. Dat klinkt allemaal amazing. Waar ik dus altijd op let is wat voor dekking heeft het. Een transparante tot medium dekking, oftewel een lichte tot medium dekking. Shocking, dure foundations hebben echt nooit een volledige dekking. Even kijken bij de reviews. Ik zie er twee. Eentje zegt beste foundation ever en de andere zegt goed, maar niet geweldig. Ik moet wel zeggen, voor 72 euro verwacht ik wel echt geweldig en is goed absoluut niet goed genoeg. Want ik heb een heleboel andere die veel betaalbaarder zijn, die echt goed zijn. Dus ja, ik verwacht echt topnotch kwaliteit. Oké, jongens, genoeg gepraat. Ik praat altijd zoveel. Laten we het gewoon gaan aanbrengen. Ik heb helemaal niks op mijn huid. Alleen maar een dagcreme en mijn wenkjes gedaan. Ik ga wel eerst mijn gezicht primen, want dat doe ik gewoon altijd. Ik ga mijn Too Faced Hangover Primer gebruiken. Die heb ik al heel lang niet gebruikt, maar is wel echt heel fijn. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik hou jullie de hele dag op de hoogte van hoe het op mijn huid zit.
En het is nog vroeg nu, het is pas 11 uur. Er staat verder online niks over hoe lang die goed zou moeten blijven zitten ofzo. Maar ja, ik verwacht altijd wel minimaal 8 tot 12 uur. Ook mijn Elf Body Primer voor de poriën. Oké, ik denk dat ik het ga aanbrengen met zowel een spons als een kwast. Deze is van Elf en deze kwast is van Murphy, de E63. De ene helft doe ik met de kwast en de andere helft met de spons. Ik hou altijd meer van een spons, dus daar ga ik mee beginnen. Oeh, I can't wait. Ik ben echt helemaal enthousiast. Oh wacht, hij is super waterig, maar er stond online, je moet hem eerst schudden. Wow, hij is echt heel waterig. Ik voel gewoon het water zo op en neer gaan. Nou, ik hoop niet dat hij te waterig gaat zijn, want ja. Het is echt een super waterige formule. Ook al heb ik hem geschud, het blijft wel echt een beetje waterig. Ik denk dat je hem dan echt beter kunt aanbrengen met een kwast. Ja, het is echt heel lichtgewicht. De kleur is echt perfect, godzijdank. Dat heb ik weer goed gegokt. Oké, ja, het is wel echt een lichte dekking. Het is wel heel mooi. Het is heel mooi glowy, heel mooi naturel. Even kijken of ik hem een beetje kan opbouwen. Ik breng gewoon iets meer aan. Ja, nou heeft hij ook wel oprecht iets meer dekking. Oké, dat is wel fijn. Het is wel echt heel naturel. Ik kan nu al zeggen, als je houdt van een volledige dekking, dan is dit echt al niks voor jou. Maar het maakt mijn huid wel echt heel smooth. Ik zie hier wel dat het hier beneden een beetje aan het oprollen is. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien, maar hier is het helemaal zo aan het rollen. Zien jullie dit? Ik ga het even aanbrengen met de kwast, want ik denk echt dat dat echt veel beter gaat zijn. Kijk hoe waterig het is. Ja, met de kwast is het al veel beter, veel meer dekking ook. Oh wow, dit is echt veel en veel beter. En nou zie ik met de kwast dat hij gewoon goed aanbrengt en ook niet zo oprolt. Ja, kijk, hier is het helemaal gerold. Oké, we hebben nou al gelijk geleerd dat je het moet aanbrengen met een kwast. De kleur is wel echt perfect. Ik zie ook zo'n hele mooie glow, zie je dit? Dat is wel echt heel mooi en het zet ook echt. Ik voel ook dat het helemaal is gaan zetten. Je hoeft eigenlijk geen poeder te gebruiken, want het zit gewoon gelijk helemaal zo vastgelokt aan mijn gezicht. Oké, wow. Ik voel echt gewoon dat het zich helemaal heeft vastgelokt op mijn huid. Dat is een heel apart gevoel. Ik werd een beetje bang toen ik het aanbracht met de spons. Maar nou zo met de kwast is het wel echt heel erg mooi. Ik zal even een beetje up close komen. Het heeft heel mooi egaal gemaakt. Het is totaal niet cakey. Heel mooi naturel. Oké, nou dat ziet er op zich goed uit. Echt dus aanbrengen met de kwast. Ik ga nou gewoon eventjes de rest van mijn make-up aanbrengen. Dan kunnen we kijken hoe de rest zich erop aanbrengt. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn make-up is helemaal af. Ik ben gegaan voor een beetje een naturel soft glam lookje. Ik heb deze Morphe 2 quad gebruikt voor mijn ogen. In de kleur Oh So Nudie. En op mijn lippen heb ik deze MAC Cosmetics Lip Combo lippotloodje in de kleur Strip Down. En Honey Love Lipstick is een hele mooie licht roze nude. Jongens, mijn gezicht ziet er echt fantastisch uit. Ik heb niet al te veel make-up nog aangebracht op mijn gezicht. En het ziet er echt top uit. Het voelt gewoon alsof ik niet eens foundation op heb. Terwijl mijn huid is wel heel smooth. Wat me ook opvalt is dat normaliter mijn foundation helemaal zo in mijn lachen dingen gaat. Mijn lachen, hoe heet dit? Lachen rimpeltjes of zo. En dat is nou helemaal niet het geval. Zoals je kunt zien is het hier helemaal smooth. Het valt op dat het echt wat smoother is rondom mijn mond dan normaal. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat blijven zitten de hele dag. Maar voor nu ziet het er echt toppie uit. Ik vind dit echt zo een mooie make-up look. I love it. Het is nou 11:45. Dus ik ga deze make-up echt de hele dag oplaten. Ik heb ook vanavond een afspraak van 8 tot 10. Dus ik ga het sowieso tot 10 uur 's avonds oplaten. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zitten. Op zich sta ik er wel positief in. Omdat hij zo mooi naturel is. En zo goed vastlokte op mijn gezicht. En het allemaal zo mooi egaal is.
Dus ik ben heel benieuwd hoe deze foundation gaat zitten de hele dag. Ik zal jullie ook eventjes nu laten zien in een normaal licht hoe het op mijn gezicht zit. Heel, heel erg mooi. Alsof ik gewoon niks op heb. I love it. Oké, dan zie ik jullie weer over een paar uur. Oké, mensen, daar ben ik. Het is nou 6:06. Dus we zijn al... Hoe laat was het net? Volgens mij 6 uur later. Dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik heb niks bijgewerkt. Dat doe ik echt nooit. Ik heb mijn lippen niet eens bijgewerkt. Ik ga zo meteen weg. Maar mijn gezicht ziet er echt nog top uit. Ik moet wel zeggen, voor de vettige huid... denk ik niet dat hij heel geschikt zou zijn. Want hij maakt echt totaal niet mat of zo. Het is echt gewoon een hele, hele naturel foundation. Echt gewoon voor zo'n vleugje kleur. Dat het gewoon een beetje mooi egaal wordt. En that's it. Maar ik moet wel zeggen dat het er nog wel echt gewoon goed op zit. En wat me nog steeds opvalt is, het gaat niet in mijn lachen rimpeltjes. Kijk dan, gewoon helemaal niet gewoon. Dus ja, het zit er echt nog goed op. Ik zie jullie straks weer. Oké, mensen, het is nou 8 uur. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik heb nog niks bijgewerkt. Echt helemaal niks. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Het is nog oké. Het blijft niet zo goed zitten als een long wear fully dekkende matte. Maar voor zo'n lichte dekking foundation blijft die echt wel gewoon goed zitten. Het is echt een heel naturaal effect. Het is echt heel naturaal. Persoonlijk ben ik niet echt de doelgroep. Want ik hou gewoon van full glam. Maar als je gewoon houdt van meer een naturaal look. Als je een iets oudere huid hebt vooral, dan is hij heel fijn. Want hij gaat helemaal niet in de rimpeltjes. En dat is echt top. Maar ik vind hem er nog wel gewoon echt goed uitzien. Als je een hele vettige huid hebt, gaat hij ook niks doen voor jou. Dus ja, eigenlijk als je gewoon een goede huid hebt, dan is hij iets voor jou. Vind ik hem echt de €75 waard. Ja. Hij is wel mooi, dat wel. Het is nou 12 uur s'nachts. 1 uur s'nachts is het zelfs. Oh wow, het is 1 uur s'nachts. En kijk hoe mijn make-up er nog op zit. Mijn lipstick is er helemaal af. Let niet op mijn droge lippen alsjeblieft. Maar ziet dit er nog goed uit of niet? Ik ben echt een beetje in shock. Nogmaals, het zit absoluut niet zo goed als gewoon een volledig dekkende matte. Maar voor een lichte dekking, I'm impressed. Ja, het zit gewoon nog echt goed. Ik ga hem zeker vaker gebruiken. Heel mooi. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Als er nog een product is waarvan jij denkt, ik ben heel benieuwd of dit goed gaat zijn, let me know beneden in de reacties. En dan ga ik hem misschien ook testen. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video van vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!